Er zijn maar heel weinig mensen die weten dat in Flevoland we minimaal net zoveel tulpen langzamerhand hebben als in de Bollenstreek. Wat we vandaag gaan doen is dat laten zien. We gaan de tulpenroute, een stukje daarvan, fietsen. En we gaan ook even kijken bij het Tulpenfestival. Twee namen voor twee gebieden in Flevoland, maar één verbindende schakel. Prachtige, mooie, bloeiende bolle tulpenvelden. Als je zo'n tulpenroute gaat fietsen, dan denk je natuurlijk overal velden van tulpen. We hadden een paar mooie stops gemarkeerd. De eerste stop, daar waren de tulpen net gekopt. Dat kun je natuurlijk hebben in zo'n tulpenroute. Kijk ook altijd goed hoeveel procent er in bloei is. Maar het blijft een prachtige route. We vertrokken met zon. Dan kun je van alles tegenkomen. Zelfs hele kleine hagelsteentjes. Maar dat is maar een klein buitje. En volgens fiets je lekker weer door langs de tulpenvelden. Zoals je hierachter ook ziet liggen. Prachtig, al die tulpen die onderweg tegenkomt. Alle kleuren, oranje heb ik niet eerder gezien, maar verder alles wat je maar wilt. Veel mensen ook, en dat is mooi. Helaas staan ze ook tussen de tulpen. En dat is niet de bedoeling. Geniet van de tulpen, maar ga niet in de velden staan. We zijn hier bij de Kandelaar. Voor ons een tussenstop, kan ook het beginpunt zijn van je route. Dan download je de app, geef je een tijdslot aan en dan kun je mooi een goede route rond en langs de tulpen doen. Niet alleen leer je dan veel van de tulpen, maar ook hier kun je leren over het boerenbedrijf, over het maken van kaas, over de koeien en natuurlijk over het hele proces van het groeien, broeien en koppen van de tulpen. Niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Zo, dat was een lekker fietstochtje. Mooie tulpenroute. Een beetje regen, maar daar worden we groot van. Ga lekker warm naar huis, maar het is een aanbeveling, die tulpenroute.